Hey kijkers van Whenever Gamers, welkom bij een nieuwe aflevering van Road to Silver. Dit is aflevering 14. Ja, deze keer weet ik het wel. En Michel is deze keer bot. Yes. Waarschijnlijk gaan we winnen. Uiteraard. We moeten een beetje positiviteit hebben. Ik ben trouwens in mijn promo's, naar brons 2 geloof ik. Hey. Toch? Ja, ik ben brons 3, dus ik zit in mijn promo's naar brons 2. Oké. Niet verkeerd, hè? Nee. Dan gaan we die even winnen, hè. Zeker. En dan... Welke rank ben jij eigenlijk met Silver Sexual? Ook Bronze 2 zie ik, of niet? Ja. Ja. Waarom is dat voor mij nog half zilver en bij jou niet? Half zilver? Zeg maar hoe noem je dat? Die shield dingen om onze icoontjes heen. Zit je hier brons 3 trouwens? Oh ja, je zit in je promos naar brons 2. Ja, klopt. Waarschijnlijk omdat je... Oh nee, dat is van je rank of zoiets. Als je vaker rank speelt, dan krijg je van die upgrades op je... Oh, echt? Noem je het? Ja, op je schild. Oh, dat is cool. Oh, we spelen wel met zilver. Dus we gaan verliezen. Nee, we gaan winnen. Hé, wat is dit nou weer? Ja, dat is een nieuwe Battle Boss team. Oh joh. Heb je die nieuwe motor gespeeld op League? Ja. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, hoezo? Ik vind het op zich wel leuk, maar... Ik vind het wel lachen. Ik weet niet, ik vind het... Stil even nadenken. Ja. Ja, ik wist eerst... Ik zat eerst niet eens te letten op wat er links allemaal stond, hè. Met dat je een bepaald aantal... Ja, zeg maar met je combo's en zo. Ja, dan moet je wel echt op letten. Ja, het eerste potje wist ik niet dat er was. En toen verloor ik echt keihard. En het tweede potje wist ik wel dat er was. En toen snapte ik waarom ik keihard verloor. Fucking OP, jongen. Als je bijvoorbeeld... Ik had toen een level 3 Warwick. En die had ook echt super goede items. En dacht ik echt van ja, what the fuck. Ja. Ik ben ook bijna gewonnen. Ik heb nog niet gewonnen. Wel een paar keer tweede en derde, maar nog niet. Nee, ik heb ook tweede toen. Ik heb nog maar twee potjes gespeeld of drie. We kunnen altijd nog eentje doen, hè? Dat kan altijd. Altijd leuk. Denk je dat er ook ranks bij komt? Denk je dat het een permanente game is? Ja, volgens mij wel. Op allebei of op het tweede? Allebei. Echt? Godver. Ja. Zover ik heb gehoord, hè, maar dat... Kan altijd nog anders zijn, hè. Oké, je hebt een mooie leash gehad. Moet ik nou deze ook pakken? Kan je doen. Ik ga altijd van blue naar wolves, naar raids, naar red buff. Zeker met een sustain jungle. Zoals Warwick. Oh, wolves, dus niet deze eigenlijk. Nee, ik ga nou van wolves naar raids naar red buff. Maar dat is alleen maar met champions die lifesteal hebben, zeg maar, al van zichzelf in de jungle. Ja, omdat je dan eigenlijk minder heen en weer aan het lopen bent, toch? Ja, dan heb je volgens mij snel, of ja, meteen heel veel money ook. En dat vind ik dan weer belangrijk in de jungle. Early game is wat cash best wel nice eigenlijk, want dan kan je meteen dat er even een stingers kopen en een jungle item en zo. Ja, en op Warwick is dat echt heel handig. Klopt. Toplane gaat sowieso verliezen, dat is een losing matchup, midlane ook. Maar, op het moment dat ik het zeg, kon niet beter. Ja, hun spelen allebei een losing matchup. Botlane, ik denk dat het wel even is. Ook tegen sustain. Er zweven nu ook echt van die muntjes boven die vogels. Waarom is dat dan? Eigenlijk overal. Sterren en muntjes. Ja, van Battle Boss team is dat. We zitten nu in seizoen 9, toch? Van League of 1? Ja. Wanneer eindigt dat dan? Eind dit jaar pas zeker of zo? Vaak is het ergens in december? Nee. In december. Na World zeker is dat.
Ik weet niet wanneer Worlds is. Show me toch. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Ik hou het niet meer bij. Nee, ik ook niet. Het duurt nog even, laat ik daarop houden. Ja. Zover ik weet. Het heeft me wel een flesje gekost, maar goed, dat is het absoluut waard, denk ik. Ja. Midlane gaat gewoon dood blijven gaan, dat heb ik nu al opgerekend eigenlijk. Ja? Maar ze zijn twee keer dood, oh my god. Ja, ik denk niet dat ze die matchup kent en weet hoe ze die moet spelen. Het is ook echt een hele... Ik kan proberen nu te gaan ganken daar, maar dan ga ik niet even voor de items hebben. Oké, Caitlyn geen flash. Oh, niet doodgaan nu. Oké, mooi. Wat moest ik ook weer voor enchantment? Cinderhulk toch gewoon op dingen, of niet? Ik zou Warrior doen, joh. Ja? Ik denk dat we die extra damage wel kunnen gebruiken. Maui. De Hulk is tank normaal toch, of niet dan? Ja. Ja, inderdaad. Je kan beter, als je zoiets koopt, kan je beter Sunfire zelf kopen trouwens. Als ik tanky item wil kopen. Ja, dan zou ik niet de jungle item gaan. Ja, tenzij je Amumu speelt of zoiets. Ik ga denk ik Revenus, nee, Titanic Hydra. En dan Spirit Visage niet, hè, of wel? Kan je best wel doen dus. Ja, ze hebben geen niet echt AP, maar Spirit Visage is ook voor je eigen self-healing. Ja, precies. Dus dat kan op zich wel. Dat is niet, niet erg om te kopen, zeg maar. En als ik echt nog meer tankje wil, dan kan ik altijd nog Deadman's Blade ofzo. Of weet je dat slim is. Ja, precies. Jij hebt geen flash meer, dus jij bent dood. Jij hebt geen mana meer, dus jij bent ook dood. Dat zeg ik nu wel. Ja, je hebt geen mana meer. Gaan we Drake doen? Of? Ja. Ping maar alvast. Dan push ik de wave uit. En dan komt, als het goed is, mijn Morgana al. Ik denk dat je hem zelf solo kan doen, trouwens. Nee, ik denk het niet. Jawel, je bent level 4. Maar 5. Kiezen. Maar waarom kan je heel makkelijk die dingen zo weer doen? Hot, Kilder. Okay. Weet je nog die tip dat ik zei met het smijten? Hoe je ziet hoeveel damage je smijt. Ja, dat weet ik. Ik zat er ook naar te kijken. Alleen hij smijtte zeg maar toen had hij nog 5 HP. En toen wou ik hem smijten, alleen toen had hij volgens mij nog meer gedaan. Oh ja. Oké, okay, het kan uit. Het is op zich wel een decent Drake, maar als we die volgende gewoon hebben is het gewoon worth. Of ja, worth. Vind ik het oké. Okay. Ja, er zijn ergere dingen, want we hebben er nog een kill voor. Ja, precies. Top lane. Ja, top lane heeft nu ook een solo kill, nice. Oké. Okay. Ik denk dat ik botlane ook wel kan winnen nu. In ieder geval wanneer we 6 zijn, dan is botlane voor ons ook easy. Nee, Morgana die had je niet moeten auto-attacken. Die had je wel moeten auto. Kom, hit iets. Ook kut, ja. Je hebt Shen. Goede reactie van die Shen, volgens mij. Nee. Ja. Dat ging niet lukken.
Ja, Katarina is er ook niet. Oké, dat was minder. Ik had daar ook niet. Ik wilde die blue buff pakken. En toen zag ik die Vi daarop inhakken. En toen dacht ik, weet je, ik pop mijn ult op die Vi en ik smite die blue buff, maar het lukte niet. Ik miste mijn ult. Dus dat was zo kut. Oh ja. Anders was ik nog wel nice kunnen zijn. Botlane is gewoon makkelijk. We weten dat we ze nu kunnen fighten. Mooi. We hebben zoveel CC. Ik ben ook niet bang voor die, hoe noem je het, die Sona ult, omdat ik een Black Shield heb. Of ja, ik ga ervan uit dat ik die krijg. Ja. Moet je wel even opletten als je hem net heeft gebruikt natuurlijk, want dan ben je wel kwetsbaar. Ja, dan wel, ja. Oké, dus we hebben net weer 2 kills gehaald op botlane. Ik heb de tower een beetje gepusht. Nogmaals, dit is een beetje een saaie serie hoor. Het zal heel veel kleine tips worden, heel veel gameplay waarin als je elke aflevering zou zien, wat bijna niemand doet denk ik, want het is super saai. Maar als je elke aflevering zou zien, dan zie je waarop het als goed is beter wordt over een langere tijd. Yes. Als jungler zou ik al redelijk snel een sweeper kopen trouwens. Voor je warding sweeper. Ja. Voor je, in plaats van je ward, zeg maar. En wat voor boots zou je bouwen nu in dit geval? Voor extra speed ook dan, of niet? Nee. Ik zou Ninja Tabis. Hun Aurelia is gefeed, dus. Een Aurelia doet meest auto-attack damage. Zal ik die nu al bouwen of moet ik eerst even en ik hide eruit? Voor die boots gelijk, hè? Kan je doen. Je bent niet, ja... Op dit moment ben je nog niet heel gank heavy bezig, dus... Dan zijn die boots nog... Ja, niet zo heel nodig. Je farmt goed in de jungle. Ja? Ja, kijk hoe hard je eruit farmt. Oh nee, spel shield mij. Dankjewel. Oké, kom eraan. Blok! Oké. Je had niet van Vi moeten gaan. Ja, kill die gewoon. Auto attack. Vi nu. Fuck. Niet flashen, nooit flashen. Oké. Ze doen best wel damage. Wie was dat? Vi. Shit. Sona doet ook trouwens damage. Oké, en Drake is up. Ik weet niet of ze zo goed zijn. Nee, ze doen die Drake niet, maar... Okay, ik ga er in ieder geval heen. Ja, ze willen draken. Okay. Kijk uit, die kan je niet fighten. Ze heeft geen ult, maar... Oh, ja, weg hier. Clinscuddle gewoon. Dat gaat niet lukken, man. Ja, deze is niet van ons. We mogen hem niet zomaar opgeven. Kunnen we niet voorloven, denk ik. Niet tegen hun team. Gewoon te weinig damage. En nu komt die Katarina en dan gaat ze ook hartstikke. Lekker jongen. Slow. Oké. Okay. Drake. Ja, ik ben dood. Ja, nee, maar ik heb het. Ik praat tegen Shen. Nee, daar heb je ook niks aan. Oh, nee. Nice man. Dit ging wel lekker, hè? We hebben nu en de Drake gesaved en 1 kill meer, geloof ik. Ja. Niet verkeerd.
Top turret okay. Neemt wel een hoop damage, maar verder... Zolang top turret blijft staan is het worth voor ons. Aangezien we al een beetje in een positie waren. Dit kon best wel een trade zijn voor LCS. Tenminste, dit is wel iets wat ik dan... Wat ik wel weer terugzie. In één keer zo'n teamfight, weet je wel. Ja, zo hoort het ook gaat, spelen. Ja, precies. In brons gaat iedereen gewoon dood. En hier was het echt zo van... Nee, we mogen iedereen niet naar te gaan. Dus we offeren een paar levens op. En we rekken ze daarna en we pakken de reken. Ja. Ik ben gewoon vet, sorry. De reden waarom ik daar zo lang bleef leven was gewoon positioning. Meer niet. Zeg maar, ik wou gewoon zo lang mogelijk blijven leven, dus ik flash gewoon weg, ik ult, ik laat jullie gewoon doodgaan. Ja. Ik weet toch dat ik meer DPS doe. Volgens mij had ik niet heel veel kunnen doen daar. Ja, volgens mij deed ik niet heel veel nuttigs, bedoel ik. Ik ging erin, ik had mijn ult op één iemand, ik deed vervolgens mijn E dat wel, maar verder. Ja, meer moet je in principe niet... Ik vind het wel jammer dat Morgana niet naar pot komt. Dat is een beetje, ja, nee. Okay. Ik snap het, maar ik snap het niet, zeg maar. Dat snap ik. Oké, 1 van 1 nog getraind. Ik ben wel eerst de tower kwijt daarvoor. Even vragen, want ik denk niet dat ze het begrijpt. Dit is weer een game waar ik cursus ga kopen trouwens. Ja? Ja, ze hebben heel veel CC. Netjes. Oh, niet ook die midtower, niet ook die midtower. Midtower opent de game voor hun. Fuck. Ja, wel het midtower. Oh, nu ben ik dood ook. Ja. Shen. Oh, Shen is AFK. Dus die is ook dood. Ja, dat is helemaal stom. Ja, dan wordt een Q dood, oké. Okay. Ja. Katarina is ook, oh nee. Ja, ja. Als je in brons speelt en je speelt support, laat je AD carry nooit alleen. Zeker niet tegen een poke comp. Dan gaat hij gewoon dood. Nou, je staat als beste van de game op het moment. Ja, weet ik maar. Ik push bot wel even snel. Oh jee. Kijk uit, kijk uit, kijk uit. Fuck. Oké, we hebben een catch. Juist, die target wou ik. Ik wil dat ding. Ja, Irelia kan je op dit moment gewoon niet fighten. Daar is het veel te sterk voor. Nee, nou heb ik wel geluk dat zij degene is die wegging bij mid, waardoor jullie konden pushen met z'n allen. Dat helpt. Ja. Nu zit zo'n bot te pushen, dus nu moeten we inderdaad daar. Nou, we moeten die mid over gewoon hebben. Ja, pak jij mid maar. Ik blijf bot dan nu even, ja? Ja. Want die Irelia is echt de enige waar we van bang moeten zijn. Verder kan je iedereen 1v1 in, denk ik zelf. Ja. Ja, ik doe heel veel damage ook nu.
Unstoppable, bam, meteen dood. Next. Lekker potje hoor dit. Oh, waarom hield ik nog? Oh, zat een crit. Oh, ik ben zo dom. Ja, dat was veel te greedy van mij. Ik ging veel te ver. Oké, jullie hebben wel Drake, zie ik. Fai is nog niet leven, kun je netjes. Wat denk je van je build? Wat ga je nu? Ik ga eerst Titanic Hydra afbouwen. Oh nee, ja, Titanic Hydra afbouwen. Daarna weet ik het niet. Denk Spirit Signature. Het scaled op health en ik zou Spirit nu even laten voor wat het is, aangezien Aurelia zo gefeed is. Oké, wat zou je dan bouwen? Ik zou armor en health kopen. Deadman's Plate dan? Bijvoorbeeld. Ja? Gewoon armor en health. Ja, het scaled, health scaled ook samen met je Hydra. Ik heb die redbuff nodig. Zullen jullie het klempje kunnen stalen? Dankjewel. Oké. Hey, ik moet even shoppen man, dan kan ik het afbouwen. Doe maar. Trouwens, ja doe maar. 1800 gold. Ja, doe maar. Okay, ik heb nu de Titanic Hydra en dan Deadman. Ik denk namelijk niet dat ze nu gaan berenen. Nee, dat lijkt me ook nog niet, joh. Gaat het wel even stop? Ja, ja, is goed. Oké. Ik heb die Aurelia gekillt. Tot mijn verbazing. Kom er ook nog eens dichterbij. Oké. Ik leef nog. Ik ga naar botlane voor die tower. Ga die top turret pakken van hun, zodat ze iets minder plek hebben bij Baron. Ik weet niet of het uitmaakt. Maar... ja. Wij moeten nu gewoon zoveel mogelijk pakken. Gewoon pakken wat we kunnen in principe. Shen, pak ze! Nee! Ah, luister joh. Oké, we hebben... Oké, mooi. Ik heb... ja, ik heb bot tower en 2 kills. Want wij hebben die top tower en Irelia dood, dus dat scheelt. Juist, precies. Oh, ja. Ik ga gewoon verder pushen. Shen en ik gingen dood, van ons team. Terwijl die Renekton en... en Irelia, nee. Ja, en Irelia doodging, dus dat was het sowieso waard. Ja, en jullie hebben touw nu ook, lekker mooi. Wij gingen dood, wij zijn iets te ver kunnen gaan pushen, maar... Ik dacht niet dat Fightbot zou zijn. Maar dat is oké. Het is goed afgelopen. We pakken in principe voor ons. Pakken we die Drake gewoon, denk ik. Ja, is het goede call. Goede call. Sweep alvast rond. Je hebt nog geen sweeper. Dat is goed. Kan ik nog bouwen of is dat te laat nu? Ja, het is gewoon gratis. Maar je hebt 1 minuut, dus ik zou het nu... Ja, je kan base naar die camp. Ja. Ik heb ook een pink ward gekocht ervoor. Sweeper, waar staat dat? Oh, ze zijn al bezig met die skull. Is dat Oracle Lens? Het is je ward. Nee. Ja, jawel. Nee. Dus die rode. Ja. Ja, dus Oracle Lens, ja. Hun zit ook rond Drake nu. Wat logisch is.
Oké, ja, kill fight, kill fight. Nice, we hebben een jungler. Onze support heeft ook al een Oracle Lens, dus dat scheelt daar redelijk wat. Ik heb er nu ook één. Ik clear eerst deze minions hoor, er is niks voor jullie nu. Dus. Hebben jullie me gelijk nodig? 15 seconden. Ja, ja, kom maar, kom maar, kom maar. Kom inklikken nu? Nee. We hebben net, kijk, er staat een pink. Ik heb een pink gezet. Het is meer voor dit. Zo obvious. Oh, ja. Oké, nu kunnen we naar Baron. Pink Baron. Nevermind. Niemand is er. Nevermind. Daar we dan. Wij kloppen die tower. Volgende. Oké, het is goed. Oh, oké, kill die. Lekker man. Oh. Netjes, netjes, kill die ook. Dat bedoel ik dus met kite, gewoon een beetje rondlopen en uit te dekken tussendoor. Tower in hip. In hip zelfs. Niet die minions, niet die minions, gewoon die tower. En een inhibitor. Oh, deze game is echt lekker, jongen. Easy game, easy life. nu zou ik niet overextend, ik zou... Baron? Ja, je zou kunnen bedden zo meteen. Ik zou die skull pakken wanneer die up komt, wanneer je terugkomt. Ja, is goed. Dan pak ik ook de red buff, voor jij die graag. Die ga ik pakken. Zal ik nu dan Spirit Visage bouwen of wat meer damage? Nee, ik zou die Spirit Visage gewoon laten deze game. Oké, wat dan? Ik denk dat het achteraf niet heel leuk. Hoeveel HP heb je in totaal? 2500. Ik denk dat ik Spirit Visage wel wil hoor. De cooldown en dat 30% healing. Hey? Ja, ik was even bezig. Wil ik dat alsnog doen? Ja, ik weet niet. Ik denk niet dat het heel useful gaat zijn voor jou deze game. Oké, wat moet ik dan bouwen? Want het is eigenlijk alleen maar Aurelia. Ik zou van die base afkomen. Ja, maar wat moet ik bouwen? Ik heb nog 1400 gold. Warmox. Maar Warmox. Ze zitten op Baron. Ze zijn Baron gestart. Oké, kom maar aan. Yep. Het gaat me niet meer lukken waarschijnlijk. Jawel. Ze hebben geen Finy. Dus als je wordt geoutsmite... Hoho. Want ze hebben geen Fi. Nee, gewoon de omloop. Pun. Nee, het is goed, ga maar weg. Ja, is kut. Of net te laat. Oh, je wacht veel te lang met je items, man. Ik denk dat je zelf een beetje moet leren builden. Yep. Ik zat op jouw advies te wachten, dat is niet slim. Nou ja. Normaal bouw ik altijd wel spullen voor iets. Vandaar dat ik ook dacht van, wat moet ik dan nu bouwen, weet je wel. Ja, maar ze hebben geen AP, hè. Nee, dat is waar, maar ja. Het item zelf is dan nog redelijk. En ja, maar ik denk niet dat Spirit je in deze situatie gaat helpen. En ik zou naar mid komen. Nee, oh jongens, nee. Oké, toch wel. Voice bot, laat hij maar lekker bot zijn. En dan weet de game wel. Ik heb een goed idee. Ik pak even op het gemakje deze turret hoor. Voel ik me daar toch niet nodig nu? Jawel. Kom maar gewoon einde. Ja? Ja. Ik weet niet of dat nog jawel.
has destroyed a turret. See. Easy. En de game is klaar. Bezig jongens. GG. Lekker! Nou Michel, heb je nog tips voor deze game? Ja. Ik zou sowieso... eerst staat veel te lang te twijfelen, maar wat je moet kopen. Ik zou eerst kijken naar, of leren. Kijken wat doet de enemy, of wat heeft de enemy. Ja. En daar zou ik alvast je build een beetje op... gaan proberen te verzinnen, zeg maar. Ja, precies. Misschien wel een goed idee, inderdaad. Want nu waren we Baron kwijt en stel het was een iets closere game, had dan misschien wel voor hun de game gewonnen, zeg maar. Ja, ja, inderdaad, ja. Ja, maar ja, weet je, aan de andere kant, ik weet ook niet of ik hem had kunnen redden op het moment dat ik daarheen ging, hoor. Want ik zie dat op zo'n moment ook altijd te verneuken. Maar dan was het ook een fight, hè? Ja, okay. Dan was het niet, zeg maar... een 3 tegen 5, dan was het een 4. Oh, of 5 ja. Tegen 5 zelfs. Ja, precies. Ja, dus ietsje meer gaan kijken naar... ietsje minder twijfel eigenlijk, daar komt het op neer. Ja. Ah. Oké, okay, nou. Volgende keer beter. En we hebben gewonnen, dus ik bedoel... Ja, dat is al iets. Alleen mijn dingen lopen vast, Monique. Oei, oei, oei. Nou jongens, als het goed is heb ik nu een van de 3 games gewonnen. Voor mijn promo's naar... Oh. Laat, hè. Nog niet helemaal. Hallo, hè. Oké. Okay. Jou even onderen. En ja, ik heb nu 1 game gewonnen van de 3 naar brons 2. Dus dat is mooi. En ik had een S-min. Wat? Netjes. Hoe had ik een S-min? Hoe had ik een S-min? Ik had 5 deaths. Ja, maar het gaat niet alleen maar om devs. Nee, blijkbaar. Kijk je farm. Je assist. Ja, oké, okay, nou netjes. Nou jongens, bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende keer. Later.